Welkom bij aflevering 8 van Hennessy. God, wat duurde dat lang gisteren, zeg, tegen de nacht. Er kwam geen eind aan, je kreeg wel veel geld in de goffel. Ik ben net pas thuis, man. Zo lang duurde die wedstrijden. En ik denk, we hebben een Duitse trainer, we hebben dat gelukkig een keer mee, maar het zat er niet in. Blijkt toch een halve Nederlander te zijn. Dus we hadden toch weer pech. Maar ja, zondag is belangrijker. Ik vond gisteren de keeper heel goed in de wedstrijd. Hij hield alles eruit. Ik denk nou dat we tof met die penalty schieten. Maar hij had geen scherm voor kans. Dat vond ik wel jammer. Maar voor de rest goede keeper. Verder Ferdi van 16 jaar. Zijn vader is gelukkig cardioloog, weet ik het veel wat het is. Maar die was ook wel een mooie om een keer mee te maken. Die jongen die komt er wel. Dat wordt weer een goudmijntje voor ons. Kunnen we weer een beetje kessen af een paar jaar verder zien. Ja, Willem II, Tilburg. Ja, kruikencircus genoemd. Ja, ik heb mijn bedenkingen erbij bij dat woord. Maar tricoloren, drie kleuren. Ja, we hebben ook drie kleuren. Maar die van ons zien er veel mooier als die van hun. Dat zou je. Afgelopen dinsdag houden we Prinsjesdag. Zaten we te kieken naar Willem 1. Leden van de Staten-Generaal. En zondag mogen we kieken naar Willem 2. We kregen er de ballen van onderhand. Scheidsrechter Buusje Bejoek. Ja, ik vind dat geen naam om u te spreken. We noemen hem Guus Geluk of Grote Buuk noemen we maar. Ja, ik hou het toch weer op een 2-0. Het moet er toch van komen, die jongens. Ik heb met de trainer nog gesproken. Het gaat goed komen, zei hij. Dus dat we het volste vertrouwen erin houden. Zondag na de wedstrijd hebben we ook nog feest van de supportersvereniging. Vraag me af hoe de git me praten, want ik moet een tolk meenemen. Of ik weet niet hoe het anders gaat met al die gasten die er lopen. Hou je trouwens, de mazzel!